Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en mijn favoriete pizza is pizza Fungi. En die staat erom bekend omdat er kaas op zit, maar ook heel veel champignons. En in dit spel, dat Fungi heet, gaat het ook om champignons, of eigenlijk om paddenstoelen, want het gaat om allemaal verschillende soorten paddenstoelen. Deze moeten wij gaan bakken en wie uiteindelijk het meeste bakt, of de meeste punten bakt, die heeft gewonnen. Het is een tweespeler kaartspel en we gaan maar gelijk even kijken hoe het gaat. Voordat je het spel gaat spelen, dien je natuurlijk een aantal dingen voor te bereiden. Allereerst krijgt elke speler alvast 3 kaarten. Dat is een kaartje wat zegt wat je kan doen in je beurt. Daarbij kan je kiezen uit 5 acties, plus de acties die je moet doen aan het einde van je beurt. En elke speler krijgt nog een overzichtskaartje waarop staat welke paddenstoelen en speciale kaarten er in het spel zitten. Uit deze grote stapel krijgt elke speler alvast 1 pannetje. En een pannetje heb je nodig om 1 soort paddenstoel op te mogen bakken. En we hebben nachtkaarten. Van elke paddenstoelsoort zit er 1 nachtkaart in het spel. En deze verdubbelt je opbrengst als je hem gaat koken. Deze kan je ook gaan verdienen tijdens het spel. Kom ik straks natuurlijk nog bij. En vervolgens trek je 8 kaarten van de stapel. En hiermee gaan we het spel beginnen. Bij de laatste 2 leg je de schoenen neer. Dit is het begin van het bos. Hier sta jij. Dit is het begin van het bos. En de 6 kaarten daarnaast. Dat zijn de paddenstoelen die dieper in het bos liggen. Vervolgens krijgt elke speler 3 kaarten om mee te beginnen in zijn hand. En dan zijn je klaar om te beginnen met Fungi. Doel van dit spel is om paddenstoelen te gaan bakken op je pannetje. Alleen per pannetje mag je maar 1 soort paddenstoel bakken. Dus je mag niet zeggen ik heb 2 verschillende paddenstoelen die ga ik bakken. Nee, je moet dezelfde hebben. Aan 1 losse paddenstoel heb je helemaal niets. Als je 2 dezelfde hebt, dan kan je ervoor kiezen om deze te verkopen. En dan krijg je de stokken ervoor die hier staan. Dus in dit geval als ik deze kaart verkoop, krijg ik 1 stok. Per kaart, dus heb ik er dan 2, dan kan ik deze 2 verkopen en dan krijg ik 2 stokken. Maar het gaat eigenlijk om het pannetje daarboven. Als ik deze paddenstoelen ga bakken in mijn pannetje, dan krijg ik 2 punten per kaart die in het pannetje zit. Alleen mag ik pas gaan bakken als ik 3 of meer van dezelfde paddenstoelkaarten heb. Dus ik zal van deze zal ik er 3 moeten gaan vinden om te kunnen gaan bakken. En je ziet ook bovenin getallen staan. Dit is het aantal maal wat de kaart in het spel zit. Dus van deze kaart zitten er 6 in. Krijg ik 2 keer de punten als ik hem bak. En van deze kaart zitten er 10 in. Dus die zitten vaker in, maar je ziet ook dat ik daardoor minder punten krijg als ik deze ga bakken. Nu ik aan de beurt ben, heb ik dus de keuze uit 5 mogelijke acties. Ik mag er eentje doen en de actie die het vaakste zal doen is een kaart pakken die voor je voeten ligt. Dat mag 1 van die 2 zijn. En dat is verder gratis, heb je niets voor nodig, mag je gewoon een kaart pakken en in je hand nemen. Op dit moment ligt er dus een paddenstoel en een pannetje. Ik heb hier al een pannetje liggen en ik heb in mijn starthand toevallig ook al een pannetje. Dus ik kies er nu voor om een paddenstoel te pakken. De Boletus edulis en deze hou ik in mijn hand. Er zijn er maar 4 van, dus ik zal flink mijn best moeten gaan doen om aan minstens 3 te komen. Maar we gaan het proberen. Dus dat is mijn openingsactie. En na elke actie moet je altijd de eindactie doen. En dat betekent dat je 1 kaart doorschuift naar een aflegstapel. En dat betekent ook dat de rest van de kaarten door gaan schuiven. En dat er nu 2 kaarten weg zijn. Eentje heb ik gepakt en eentje ligt op die aflegstapel. Moet ik aan de andere kant van de rij weer aanvullen. Zodat er weer 8 kaarten liggen. Nu is de tweede speler aan de beurt. Deze kan dus ook kiezen of een kaart te pakken die voor je voeten ligt. Maar deze aflegstapel kan je ook pakken. En dan mag je alle kaarten pakken die er liggen. Nu ligt er nog 1, maar stel dat over 2 of 3 rondes liggen daar 3 of 4 kaarten. Dan mag je die allemaal gratis pakken. Op deze aflegstapel mogen altijd maar maximaal 4 kaarten liggen. Dus ligt er hier 4 kaarten en schuift er nog een kaart door, dan zou dat de 5e kaart worden. Dan moet je die eerste 4 weghalen en begin je met de 5e aan een nieuwe aflegstapel. Dus je mag 1 kaart hier pakken of alle kaarten die hier liggen, wat er maximaal 4 mogen zijn. Stel mijn tegenstander zegt nu ik pak dit pannetje. Is dat zijn beurt? Schuift er 1 kaart door naar de aflegstapel. Je schuift altijd 1 kaart aan het eind van je beurt door naar de aflegstapel. En vervolgens schuif je de hele rij van 8 weer door. Of in dit geval 7. En vul je weer aan tot 8. En is weer de volgende speler. Zoals gezegd, om paddenstoelen te bakken heb je een pannetje nodig. Dus een van de 5 acties die je ook kan doen is het neerleggen van een pannetje. Dan ligt die alvast klaar en kan je daar straks paddenstoelen op gaan bakken. Nou kan ik dus als ik wil 1 van deze 2 kaarten gratis pakken of ik kan hier de aflegstapel van maximaal 4 kaarten pakken. Maar gelukkig is er ook een manier om kaarten te kunnen pakken die verder in het bos liggen, dus die links van de 2 voetjes liggen. Alleen daarvoor heb je wel de stokken nodig.
Ik heb nu 2 van deze kaarten. Heb ik 2 dezelfde paddenstoelen, dan mag ik die afleggen. En dan krijg ik het aantal stokken wat afgebeeld staat. Dus in dit geval leg ik deze 2 af. Dan mag ik in plaats daarvan 2 stokken pakken. Die 2 stokken leg ik gewoon voor mij neer. Die horen niet bij mijn handlimiet, want mijn handlimiet is 8 kaarten. Ik mag in het spel niet meer dan 8 kaarten hebben. Tenzij je een mandje hebt, maar daar kom ik natuurlijk weer straks bij. Maar voor nu heb ik even 2 kaarten afgelegd, zodat ik deze stokken heb. Wil ik nu deze kaart gaan pakken, dan moet ik 1 stok betalen, want hij ligt 1 kaart verder dan het stukje bos waar ik nu sta. Ik kan ook deze pakken, maar dan ben ik al 2 stapjes verder, dus dan heb ik 2 stokken nodig. Enzovoort, enzovoort. Dus je kan doorsparen tot je een aantal stokken hebt en dan kan je die inleveren om steeds verder in de rij een kaart te pakken. Want zoals al eerder gezegd, van deze zijn er bijvoorbeeld maar 4, dus als die een beetje hier komt te liggen, dan wil ik die eigenlijk wel gaan pakken. Om te voorkomen dat hij per ongeluk naar de aflegstapel gaat of omdat mijn tegenstander hem dan kan pakken. Dus kan ik hem dan met die stokken eerder pakken, is dat mooi meegenomen. En dan is er nog de 5e actie over en dat is eigenlijk de belangrijkste van dit spel, want daar ga je de punten mee pakken. Heb jij 3 dezelfde kaarten, dus in dit geval heb ik er 3 met deze koe erop, dan mag ik deze gaan bakken. Heb ik er 4 of 5 is het natuurlijk nog beter, maar voor nu even 3. Heb je er 3 of meer, dan mag je die gaan bakken en dat doe je door ze gewoon bovenop een pannetje te leggen. En dat stapeltje leg je dan even aan de kant, die heb je gebakken, dat is klaar. En aan het einde van het spel krijg je daar de punten voor. Hoeveel punten krijg je? Dat staat dus bovenaan bij het pannetje. In dit geval staat er een 2 boven. Ik hoop dat je het kan lezen. Ja, in dit geval staat er een 2 boven. Dus dat betekent dat je 2 punten per kaart krijgt. En aan het eind van het spel ga je dus gewoon alle punten bij elkaar optellen die je hebt verzameld. Heb ik deze gebakken, dan leg je die aan de kant. Maar dat betekent ook dat ik mijn pannetje kwijt ben. Dus ik zal onderweg het spel ook weer pannetjes moeten gaan verzamelen, zodat ik opnieuw paddenstoelen kan gaan bakken. Maar natuurlijk kan een goed kaartspel niet zonder kaarten met speciale eigenschappen, special abilities. Dus we gaan maar eens even kijken wat daar allemaal in zit. Allereerst zit in dit stapel kaarten dus het pannetje. Deze heb je nodig om te gaan bakken. Wat er ook in zit is een mooi rieten mandje en hiermee vergroot je je handlimiet. Normaal gesproken mag je maar 8 kaarten in je hand hebben. Pak ik een mandje uit het bos, dan mag ik die voor mij neerleggen en die verhoogt mijn handlimiet met 2. Dus in plaats van 8 mag ik nu 10 kaarten hebben. En je mag onderweg zoveel mogelijk mandjes verzamelen als je wil. Hoe meer mandjes je hebt, voor elk mandje mag je 2 kaarten meer in je hand houden. Natuurlijk zijn paddenstoelen lekkerder als je ze bakt in een beetje boter. Pak ik deze kaart, dan mag ik als ik mijn pannetje ga bakken en ik leg daar minstens 4 dezelfde kaarten in, dus 4 of meer, dan mag ik een beetje boter erbij doen en krijg ik 3 punten erbij extra. Dus aan het eind van het spel krijg ik en de punten van de paddenstoelen plus 3 punten. Maar dat mag alleen als ik dus 4 paddenstoelen in hetzelfde pannetje bak. Wil je het nou helemaal lekker gaan maken, dan gebruik je natuurlijk geen boter, maar cider. En die mag je gebruiken als je 5 paddenstoelen of meer in hetzelfde pannetje bakt. En dan krijg je 5 punten extra. Dus dat is eigenlijk de betere versie van de boter. Alleen heb je wel 5 kaarten nodig. Wat je ook kan pakken is de nachtkaart. En trek je deze nachtkaart, dan mag je die gelijk afleggen en trek je een van de kaarten die hier nog ligt naast de stapel en die draai je om en daar staat een willekeurige paddenstoelsoort op. Van elke paddenstoelsoort zit er eentje in het spel en deze verdubbelt eigenlijk de waarde van de paddenstoel, dus deze telt voor 2. Wil ik dus bijvoorbeeld 2 paddenstoelen verkopen om stokken te krijgen, kan ik in plaats van 2 lossen, kan ik ook alleen deze inleveren en dan krijg ik gelijk 4 stokken, want dit telt dus 2 keer. Hij levert dus ook bij het koken 2 punten op in plaats van 1. En op deze manier kan je met deze kaart misschien sneller aan de 4 of 5 paddenstoelen komen voor je boter of je cider. En ook als je hier een zeldzame van krijgt, is het natuurlijk erg mooi meegenomen. En dan zit er nog 1 soort kaart in die je eigenlijk niet wil. Want helaas, er zijn natuurlijk ook giftige paddenstoelen en dat is deze kaart. Pak je deze kaart uit het bos of uit de aflegstapel, dan moet je hem gelijk weer afleggen en mag je nog maar maximaal 4 kaarten in je hand overhouden. Dus dan moet je een aantal kaarten gaan afleggen. Je mandjes stellen je niet voor mee, dus heb je bijvoorbeeld nog een mandje, dan mag je afleggen tot 6. Maar even zonder mandjes trek je deze kaart, moet je je hand weer terugbrengen tot 4 kaarten en deze gelijk weer afleggen. En zo doe je omste beurt je actie totdat deze stapel helemaal leeg is en het hele bos leeg is geplukt. En dan is het een kwestie van alle punten optellen die in je stapeltjes liggen die je gebakken hebt op de pannetjes. Wie de meeste punten heeft, wie het effectiefst heeft gekookt, die is dan de winnaar van Fungi. En zo is Fungi dus een vrij eenvoudig kaartspel wat je na 1 keer spelen al helemaal door hebt. Je pakt 1 van deze 2 kaarten of je pakt hier de kaarten of je gebruikt de stok om daar een kaart te gaan pakken. En vervolgens ga je zorgen dat je 2, 3, 4 of meer paddenstoelen van dezelfde soort gaat verzamelen.
Het is ook een vriendelijk spelletje. Er zitten verder geen pestkaarten in. Dus je kan elkaar niet echt gaan dwarsbomen of saboteren. Het enige wat je kan doen is kaarten wegpakken die je tegenstander misschien gehad zou hebben. Maar de hand, als je eenmaal iets in je hand hebt, dan raak je het in principe niet meer kwijt. Tenzij die giftige paddenstoel pakt. Maar je tegenstander kan niets aan jouw hand gaan doen. Beetje tricky is dat deze rij soms sneller kan gaan dan je denkt. Want als jij een kaart pakt, plus dat je altijd één kaart naar de aflegstapel moet leggen, dan zijn er al twee kaarten weg, doet je tegenstander hetzelfde. Zijn er al vier kaarten weg en dan kan die rij ineens heel snel doorstromen, terwijl je eigenlijk nog wat kaarten had willen pakken. En soms wil je heel graag een kaart hiervan hebben, maar ja, is je handlimiet al bereikt, dan kan je deze dus niet pakken. Want je mag nooit, ook niet tussendoor, te veel kaarten in je hand hebben. Als een actie zorgt dat jij te veel kaarten in je hand krijgt, mag je die actie niet doen. Of je neemt de gok dat je denkt dat je tegenstander een bepaalde kaart niet gaat pakken en dat die dan ineens zijn stokken gebruikt en alsnog die paddenstoel pakt die jij ook nodig had. Maar het is een leuk ontspannen spelletje wat je lekker even tussendoor met z'n tweetjes speelt. Het is nog niet in het Nederlands verkrijgbaar, je zult het met de Engels-Duitse versie moeten gaan doen. Maar ja, de kaarten zelf, daar staan de namen op in het Latijns, dus daar heb je toch verder niks aan of je nou Duits of Engels of Nederlands kent. Mocht u nog vragen over Foontje hebben, stel ze dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar despellenreporter@gmail.com. We zijn ook op Facebook en Twitter te vinden als je even zoekt op De Spellenreporter. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.